voor mij is het echt het zo samenkomen van verschillende mensen, van verschillende culturen, van verschillende nationaliteiten, verschillende godsdiensten, die echt samenkomen en van elkaar leren. En zoiets ook mee kunnen geven aan andere mensen om je heen. En allee, dat is wat ik het meest heb geleerd van de ambassadeurs van de dialoog. Het heeft zich eigenlijk ontwikkeld na een gevoelen wat wij kregen in onze school, misschien een 3 jaar geleden nu. De leerlingen die dus voor een groot percentage moslim zijn, heb ik een zeer tof contact. En dan op een bepaald moment begonnen zij dingen te zeggen waarvan ik dacht, waar hebben ze dat vandaan? Ik merkte dat bepaalde dingen die internationaal speelden op hun een invloed hadden en dat had als gevolg een zeker wij-zij denken. Dus wij moslims tegenover het Westen en het is, zo zijn zij niet. Dat is een invloed waar zij door worden meegenomen. En omdat het bij de jongeren merkbaar was dat het conflict Israël-Palestina zeer in hun gedachten speelt en ook dus Israël uiteindelijk als exponent van de westerse wereld via de steun van en dan Palestina als exponent van de moslimwereld, zeiden we zouden niet daar naartoe gaan om te zien of daar mensen of projecten of instellingen zijn die denken en handelen in termen van samen. En we zijn gaan zoeken en hebben dan deze Carmelschool gevonden. En het was een idee en we zijn op weg gegaan en op een gegeven moment heeft het zich gerealiseerd. Dus we hebben 8 moslims en 8 christenen gekozen. En ja, dus toevallig werd ik ook een van die moslims. En dus zo is het eigenlijk ontstaan. En, we zijn zelfs naar Israël-Palestina geweest. En dat blijft en blijft nog duren, die avontuur en die spanning. Datzelfde krijgt nu een vervolg in die zin dat de groep van Haifa nu een hele week met ons hier doorbrengt. Het is de eerste dag en dit straatfeest is het startmoment. Op die manier is ook gelijk de hele school erbij betrokken. De sfeer is goed en er is veel contact, dus we zijn content. When I heard about the project, at first I said, Belgium? Where it is? When we went to our school, Imelda, today, a lot of students that I don't know them, they asked me, what's your name? Where are you from? And I was so happy that they don't know me and they asked me. So. En het fijne is dat de leerlingen vandaag door Molenbeek zijn gegaan. En het was zeer interessant, want ze waren constant gefascineerd van, wow, het is hier kei mooi enzovoort. En ik had iets van, dat is niet het eerste waar ik aan denk, maar het was fijn om te zien van hoe zij het zien. En hoe zij zo met grote ogen aan het kijken waren. En dan had ik iets van, oké, ja, Brussel, ik heet wel iets, hè. We go to Molenbeek, although there is some tourism here. It was so amazing to know a new and different places at Belgium. Christian and Muslims are together, they walk on the streets without separating their religions or the color. All the Belgian people live in harmony here. Ik heb vooral bijgeleerd over andere religies. Allee, bijvoorbeeld hoe de jongeren waren toen ze naar de Al-Aqsa-moskee waren gegaan. Ze waren precies zo uit een magisch paradijs teruggekomen. Ze waren allemaal zo gewoon stil, maar echt zo, zo verwonderd van hoe het is. En het was ook gewoon om te zien dat hun religieuze pad op zich ook zo verbreed is en dat ze ook veel geleerd hebben. En dat ze nu ook een beter contact kunnen hebben met andere religies. Dus ik heb vooral geleerd, de basisprincipes van godsdiensten en religies, dat het er wel bij iedereen in zit. Ja, dus over de Joden, daar had ik echt geen kennis ervan. Dus daar heb ik veel bij geleerd. Ook over christenen, zelfs over moslims. Mijn zoon reis kunnen we veel bij leren. Ik voel me echt ambassadeur
omdat we meerdere keren in Vlaanderen zijn geweest. En bij mensen die we niet kenden, gewoon ons project uitleggen. Dus dat is eigenlijk onze grootste taak en dat doen we ook heel goed. Dus elke keer dat we gingen spreken, dan zagen we ook de mensen, dat raakt hun ook aan en ze voelen ook dat het echt een unieke reis was. Ja.